viert u Sinterklaas onder de huidige omstandigheden? Voorzichtig. Wij gaan naar onze dochter en onze kleindochter in Amsterdam. En hebben van tevoren afgesproken hoe we dat zullen doen. Of er meer dan vier mensen komen. Nou, dat is allemaal goed geregeld. Ja, dat deed je anders nooit. Ja, maar we doen ons best. Verwacht u dat meer mensen zich met Sinterklaas aan de regels houden? Nee, absoluut niet. Omdat er afspraken zijn dat sommigen met een groot gezin, dat hebben wij niet. En die zeggen, ja, we gaan wel thuis testen doen, maar we gaan toch wel. Ik ga naar mijn kleindochter samen met mijn achterkleinzoon en mijn dochter gaan Sinterklaas vieren. Wordt het voor u een andere Sinterklaas dan andere jaren? Nee, eigenlijk leuker. Want we vierden het niet veel meer. Maar nu die kleine er is wel. Dus nou is het veel gezelliger. Ik heb kleinkinderen en die doen het dus niet. En die zijn ook ouder. Kunnen ze zich voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ach, Sinterklaas is belangrijker dan de regels? Helemaal niet. De regels zijn belangrijker. Dan moet je bij neerleggen. Gezondheid is voor de mensen belangrijker als een feest vieren. Eerst deden we altijd gewoon met echt pakjesavond en zo, want toen geloofden we er allemaal nog in. Maar nu niet meer, nu gaan we gewoon gezellig s'avonds met mijn opa en oma en zo. Gewoon koffie drinken of zo. Samen met mijn vrouw met een glaasje glühwein en een stuk speculaas en dat soort dingetjes. Ik zeg, we vieren geen Sinterklaas. Helemaal niet. En heeft dat nog een speciale reden als ik zo... Nee, maar de kinderen zijn de deur uit. Met een echt grote familie, ja, dat kan dan helaas niet. Dus je viert gewoon in een kleine kring. Wat best wel jammer is, vind ik. De Sinterklaas van dit jaar is dus anders dan andere jaren. Zeker, ja, klopt. Ja. En hoe ligt dat bij jou? Ja, eigenlijk wel een beetje hetzelfde. In een klein groepje, gezellig bij opa en oma en met de kleinkinderen. Helaas geen pakjesavond met de hele familie, maar ja, gewoon gezellig met een klein groepje. Goedemorgen. Ik heb hier geen Sinterklaas. Ik kijk alleen maar toe. Mijn gezin is inmiddels zijn ze allemaal zo volwassen en gehoord dat we doen met de kerstman. En hoe denkt u de kerst te gaan vieren? Het is nog even afwachten, hè, wat er gaat gebeuren. Want 13 december is een belangrijke dag. Dat is het inderdaad, dus we wachten even af. Maar als het net als is als afgelopen jaar, dan mogen we met tweeën wel naar de kinderen toe. En dan zijn we in totaal met zes, maar zijn er vier uit één gezin. Dus geen probleem, lijkt mij. Wat verwacht u ten aanzien van de persconferentie op 13 december? Als het een beetje doorzet dat het wat afvlakt, dan zal er niet veel veranderen. Maar we moeten even afwachten hoe de Sinterklaas en alles uitpakt. Dan heb je kans dat er toch nog meer maatregelen worden genomen. En wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de persconferentie van 13 december? Eigenlijk hetzelfde als mijn verwachtingen die ik altijd al van de persconferenties heb gehad. Het hangt er alleen maar vanaf hoe de mensen in Nederland erover denken. Om zich aan te passen en te luisteren naar de adviezen. Zo simpel ligt het. En niet meer denken van, oh, maar voor mij geldt dat eigenlijk niet. Kijk, als je vijf mensen of zes mensen ontvangt met de kerst of met de Sinterklaas, dan maak je al stiekem voor jezelf een uitzondering. Doen we het allemaal, schieten we er niks mee op. Maar we kunnen ook niet met de hele familie. Je moet gewoon delen. Zo doen wij het nou maar. Hè? Dat is het beste, lijkt mij. Weet ik niet. Helemaal geen benul van. Koffiedik kijken? Koffiedik kijken? Ja, denk ik wel. Ik ben blij dat ik er nog geloof. Want? Ja, voor zal dat geld, daar ligt je ook op die zee. Ja. Ik ben natuurlijk wel een kandidaat ervoor. Hoe zijn uw verwachtingen voor volgend jaar, voor wat betreft het virus? Nou, ik zie het nog niet zien. Ik dacht dat het nog eerst erger wordt als beter. Mijn gevoel zegt dat dit wel blijft. Ja. Ja. En dan moeten we het coronavirus maar behandelen als een soort griepvirus.
Nou, ik denk dat het wel iets erger is dan een griepvirus. Ja. Touw. Nee, gewoon gezellig heel veel eten met de familie. En ja. Wij vieren gewoon pakjesavond thuis, gewoon gezellig kometten en zo. En dan komen mijn opa en oma, maar wel gewoon veilig allemaal. Ik denk zelf ook wel dat er nog meer maatregelen komen. Nog meer? Ja, ja, denk ik ook. Denkt u dat de maatregelen ook nog in het nieuwe jaar gelden? Ik denk het wel. Ik bedoel, het virus wat heerst, dat heeft geen scheidingslijn. Niet van landen en ook niet van data's of wat dan ook. Dus dat is niet zomaar weg. Ik denk dat we nog lang niet klaar zijn met alles. En hoe zijn jouw verwachtingen? Ja, ik denk inderdaad dat we nog echt wel een tijdje bezig zijn hiermee. Maar ik verwacht ook wel dat we uiteindelijk als samenleving ook een keer moeten accepteren dat het concept corona blijft.